mensen, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe nieuwe video op mijn kanaal Gamesville. En in deze video ga ik uitleggen hoe ik stream met settings en programma's wat ik gebruik. Dus we gaan beginnen. Let's fucking go! Zo mensen, we zijn natuurlijk op mijn PC beland, op mijn bureaublad. En ik ga gewoon eerst uitleggen welk programma ik gebruik om te kunnen livestreamen. En dat programma is om precies te zijn OBS Studio. Hier hebben we het. En dit programma is heel simpel om te gebruiken. Het is echt easy. Het is gratis te downloaden. Link is al in de beschrijving staan van OBS. En laten we maar gewoon beginnen met de settings die we hebben. Dan ga je voor naar bestand en naar instellingen natuurlijk. En wat er hier zeg maar is. Je hebt zeg maar stream type, stream diensten. Want je kan het ook op aangepaste stream server. Ik heb gewoon op stream diensten staan. Dienst op welk platform je wil gaan streamen. Dat heb ik op YouTube staan. En server gewoon primary, backup. Ik weet niet eens wat dat is. Stream key laat ik helaas niet zien aan jullie, maar ik laat wel zien hoe je daaraan komt. En dat is, je gaat naar YouTube, naar internet. En je klikt op je logotje, je gaat naar Create a Studio. En je moet zeg maar een stream key hebben. En die stream key is nodig om OBS te koppelen aan je YouTube. En dat ga je hier naar live streamen. En dan zie je nu live streamen en dan zie je hier van alles. Hier kun je thumbnail wijzigen en zo en je beschrijving. En hier zie je helemaal onderaan instellingen voor de code programma. Zie je URL voor server, die gebruik je niet. Je moet deze hebben. Streamnaam slash sleutel. Die selecteer je en die kopieer je dan ook. Ik zal hem helaas niet laten zien. Want als ik dat laat zien en jullie nemen die code over, kunnen jullie gewoon op mijn kanaal streamen. Dus die key die vul je dan in bij stream. Hier. Die plak je daar gewoon neer en dan druk je op toepassen. Dat hoeven wij helaas niet te doen, want we hebben het al staan. Dan gaan we naar uitvoer. En dit is een belangrijk iets. Je hebt zeg maar, hier waarschijnlijk heb je het op simpel staan. Zet dat even op geavanceerd. Dan kan je tussen stream en opnemen gaan switchen. En wat ik dan als encoder gebruik, dat houdt dus in van, daar kan je je grafische kaart neerzetten. Van wat je daar allemaal shit vanaf haalt. Die heb ik gewoon op mijn grafische kaart gedaan. NVENCH.264. Je hebt waarschijnlijk ook keer 264 staan. Die persoonlijk gebruik ik niet, want als ik die gebruik, lekt de boel echt hard bij mij. Ik weet niet waarom. Dan, mijn proces is denk ik niet zo goed, dus daarom pak ik het van de grafische kaart. Zet deze forceer en code instellingen van de streamdienst. Zet die aan. Heb ik op 1920x1080p. Dit is waarschijnlijk, dit is de resolutie waarop je gaat streamen. En dat houdt dus in welke kwaliteit. Je hebt 27p, dan moet je dit wat lager doen. Dus als jij een redelijke PC hebt, dit is ook voor een, mijn PC is ook niet al te best. Zet dit op 1920x1080. Heb je een wat mindere PC zou ik zeggen, 720x1080. Of ik bedoel 1280x720, dat is zeg maar 27p. En dit is 1080p. CBR heb ik het op, ja, ik heb rate control op CBR staan, die andere gebruik ik nooit. Bitrate op 3500. Als je op 720p de stream zet, dit dan even op 3000, 2500, zoiets. Je kan ook dit naar 4000 gooien. Ik heb het gewoon op 3500 staan. Zet tussen keyframes, zet het op 2. Hoge kwaliteit, zodat je minder frame drops hebt. Dus zeg maar van die pixels in beeld komen. Zet dit op hoge kwaliteit. Profiel op main en de rest zou ik gewoon zo laten. Klik op toepassen. Dan gaan we naar audio. Hier is dus waar je alle shit instelt van hoe jij, hoe de stream zeg maar de audio hoort. Ik heb het op mijn desktop audio, dus zeg maar als ik muziek op heb staan of Discord mensen hoort praten, heb ik het gewoon op mijn headset staan. Dus gewoon wat ik hoor in mijn headset, horen jullie ook op de stream. Desktop audio apparaat 1 gebruik ik niet, ik heb gewoon die standaard staan. Mic, dus welke microfoon je wilt gebruiken voor, voor streamen is de microfoon die je het liefst wil gebruiken. Dus zet die op je microfoon die je gebruikt. Je kan ook mijn headset microfoontje gebruiken of standaard, weet ik niet eens. En ja, ik heb het gewoon op mijn eigen microfoon staan. Druk op toepassen. En dit zou ik niet zelf persoonlijk gebruiken. Als je dit wilt gebruiken, kan het natuurlijk. Maar je hebt zeg maar, je kan op push to mute inschakelen. Dus je kan bijvoorbeeld als jij je gamegeluid van je Elgato bijvoorbeeld niet wil horen in de stream, druk je op een knopje en dan hoor je het niet. Maar ik ben zeg maar iemand die dat ook vergeet weer aan te zetten. Dus dan, weet je, je moet zelf maar hiermee kloten als je dat zelf wil instellen. Ik persoonlijk gebruik het niet, dus ja, dat is mijn ding. We gaan door naar video en ik kan hier helaas niks aanklikken omdat ik ook met OBS opneem. En dat zegt hij hier ook, dus je kan het nog steeds wel zien. Basisresolutie, hetzelfde als wat ik net zei. Wil je op 720p streamen, zet dit dan op 1280x720.
Ik persoonlijk doe gewoon 1080p 60fps. Dus ik zou zeggen 1920 keer 1080 als je 1080p wil streamen. Dit is zeg maar hoe groot dit vakje is. Dit grote balkding. Zo groot, dat is de resolutie wat je hier hebt neergezet. Je kan het ook lager zetten, dus wat je zelf ziet, dan wordt het wat kleiner. Deze is wat belangrijker, dit is zeg maar wat ik net zei. Dit moet je op de 1280 of keer 720 zetten als je in 720p wil streamen. En zo 1920 keer 1080 als je in 1080p wil streamen. Resolutieverlagingsfilter zou ik op Lansos zetten, de laatste. Je hebt de 3 op Basic, je hebt nog iets. En Lansos is de onderste. Dat is zeg maar voordat je geen pixels in beeld krijgt. Dus ik zou zeggen die. 60fps, dit is zeg maar een beetje een dingetje. Ik had eerst geen goede RAM-geheugen om dit aan te kunnen. Om 60fps te kunnen streamen. Dus heb jij een niet zo goede PC die het gewoon net trekt, zou ik zeggen. Zet dit gewoon op 30fps. Dan heb je helaas geen 60fps, loopt het ook wat minder smooth. Maar heb je gewoon een normale Elgato of de oude Elgato bedoel ik. Dan kan die ook geen 60fps streamen, maar misschien in PC kan je makkelijk 60fps streamen. Alleen zware games voor een beetje een kut PC zou ik maar zeggen, zit het op 30fps. Oké, mensen, nu ga ik laten zien hoe ik persoonlijk zeg maar alerts toevoeg in streams. Dus als iemand volgt, doneert, dat het in beeld komt te staan. En daarvoor moet je naar Google gaan en dan vul je in tippenstream, tippenstream.com. En ik zal ook een linkje in de beschrijving laten, dat is veel makkelijker voor jullie. En als je eenmaal op tippenstream komt, moet je inloggen met wat je wilt. Nou, dit gebruik ik niet. Je kan op Twitch streamen, je kan ook op YouTube streamen. Ik persoonlijk stream op YouTube, dus we klikken die aan. Connect with YouTube. Nou, dan kies je je account welke je wil. Hoppakaas. En dan druk je gewoon op toestaan. Zodat tippenstream toegang heeft tot jouw abonnees op YouTube, weet je wel. Oké, dit is natuurlijk best wel moeilijk. Als je hier voor het eerst komt, zit je er nog nooit gezien. Dan snap je er geen ruk van. Had ik ook in het begin. Maar ik snap er nu wat meer van en we gaan gewoon de basisdingen toevoegen. En dat is hier, je gaat naar Alertbox, My Alertbox. Dat is zeg maar de box waar ik kan instellen hoe de naties in beeld komen, hoe dat eruit ziet en followers. En ja, kijk, zoals je ziet, voor de mensen die vaak mijn streams kijken, dit komt je best bekend voor. Dit is zeg maar als iemand doneert, dan komt dit in beeld. Nou, daarvoor ga je gewoon naar donations. Daar kan je zeg maar alles invullen wat je wil. Je kan een plaatje kiezen, dus dan klik je gewoon hier op dat plaatje. Je hebt standaard plaatjes die je kan kiezen, maar je kan ook gewoon van internet plaatjes doen. Dan doe je gewoon een upload file en dan kan je een plaatje invoegen. Dus ja, daar doe je plaatje, hier doe je sound. Je hebt ook hier hetzelfde. Je kan zelf my files, kan je iets maken, dat heb ik persoonlijk. Maar je kan ook gewoon gratis dingen doen, zoals deze. Het is een lekker windje, maar persoonlijk vind ik die niet heel erg nice. Dus ik heb zelf iets gedaan. Bij followers is het precies hetzelfde. Je vult hier je plaatje in. Hier kan je de tekst veranderen. Je zet my name has subscribed of zo. Heb ik gewoon in het Nederlands heeft gedoneerd of heeft geabonneerd bedoel ik. Je kan ook hier weer sound toevoegen. Heel simpel. En wat je eigenlijk moet doen om het naar OBS toe te gaan of het toe te voegen is deze link kopiëren. Empty link. Die kopieer je helemaal. En dan doe je Ctrl-C. Dan pakken we even weer OBS erbij. En wat je dan moet toevoegen om dat in beeld te krijgen, is hier. Je gaat naar de bronnen toevoegen. En je gaat naar browser source. En ik heb er al heel veel van, dus ik maak er gewoon even één aan. Nou, dan krijg je dit. Dan krijg je waarschijnlijk hier zo'n OBS dingetje in beeld. Dan zie je hier de link staan. Die moet je dus veranderen naar de tippenstream link. Dus Ctrl-V. En dan druk je op OK. Je ziet dus nu dat het vakje van OBS weg is. Maar je ziet nog wel hier een vierkantje eromheen. En wat je nu eigenlijk moet doen om te testen of het wel heeft gewerkt. Dan maken we dit even wat kleiner. Voilà. Zo, ik zal het wel even hierheen doen. Ga je weer naar tippenstream. En dan zie je onderin allemaal dingetjes. Simulate a donation, follower, sponsor, wat dan ook. En wij gaan gewoon even voor de grap donation doen. Dus dan klik je gewoon hier op het simulated donation en een random amount kan je doen. Wij doen even €200 en dan komt het als goed is nu in beeld. Thanks voor de donatie. Take my money. Wauw, oké. Dat is eigenlijk de standaard ding hoe je dat instelt. En dan heb je zeg maar wat abonneetjes en subscribers. Die komen dan in beeld. Abonneetjes en subscribers is hetzelfde. Donations. En wat we nu gaan doen is om überhaupt te kunnen doneren. Is heel erg simpel natuurlijk en handig, want anders kan je helemaal niet doneren in streams. Daarvoor ga je naar settings. En dan krijg je als het goed is hier even een pagina met allemaal payments, dingen en alles.
En wat ik heb dit gedeactiveerd. Ik bedoel, iDeal alleen. Die andere dingen gebruik ik eigenlijk ook niet. Dus die kan ik ook wel deactiveren. Ik gebruik eigenlijk alleen PayPal. En dat is puur omdat ik iDeal heb ik ooit aangezet. En ik heb nooit het geld daarvan binnengekregen. Want je moet hier je bankaccount helemaal toevoegen en zo. En het heeft gewoon niet gewerkt bij mij. Dus waarschijnlijk moet daar gewoon een keer naar kijken. Maar ik heb alleen PayPal gedaan. En dat doe je gewoon puur activate. En je moet hier gewoon je mail van je PayPal account invullen. En dat is het. Dat is het, serieus. En om mensen op die pagina te kunnen laten komen is... Deze link kopieer je en zet je gewoon in je beschrijving. Nou, ik heb ook Nightbot zelfs geïnstalleerd om dat te kunnen doen. Zodat uitgetekend doneren. Zodat je dit linkje krijgt. En dan als je daarop klikt, kom je als het goed is bij mijn donation page waar je dus kan doneren. En zo simpel is het. Nou, het laatste wat we toe gaan voegen is een goal. En dat doe je gewoon, het staat hier goals. Je gaat naar my goal. Want ik heb er al één. En dit is het werkt eigenlijk ongeveer met hetzelfde systeem als met doneren en abonneren. Je hebt hier layout, je hebt een goal. Wat je als goal wil hebben, dat moet je hier doen bij title. Ik heb gewoon nieuwe PC onderdelen, want ik ben voor een nieuwe processor en moederbord aan het sparen. En dan zit je hier hoeveel het kost, hoeveel je nodig hebt. En hier 0 neer, want je begint bij 0 en als je donaties krijgt wordt het steeds meer, hoop ik. Dus dat vul je in en dat linkje doe je hetzelfde als abonneren en doneren. Gewoon het linkje, weer browser search en dan vul je dat linkje in en als het goed is doet hij het automatisch. Zo simpel is het eigenlijk om je stream settings klaar te zetten om te kunnen gaan streamen. Natuurlijk, deze stream settings zijn voor een PC die middelmatig is. Niet de beste processor, maar ook niet de slechtste PC. Dus het is gewoon perfecte settings. Dus ik zou zeggen, probeer het uit. En als het niet werkt of je hebt vragen, laat het even onder in de reacties achter. Dan probeer ik je te helpen. Ik hoop dat jullie wat aan deze video hebben gehad. Vergeet dan niet zeker te belonen met een duimpje omhoog. Zou ik super tof vinden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Later.